Vandaag is het wedstrijddag in Meulebeke. Ik heb geslapen in Wakke vannacht. Het is een deelgemeente van Denzergem. En ik ben er helemaal klaar voor. Ik moet ook nog een kwartiertje rijden. En dan zullen we eens gaan zien hoe het parcours erbij zit. Ik heb redelijk oké geslapen. Het was wel een beetje koud. Dus ik heb niet helemaal 100% geslapen. Sowieso de laatste dagen niet. Kun je ook wel zien aan mijn mannen. Maar we gaan er het beste van maken vandaag. Onze auto is ook lekker vol zoals je ziet. Er kan nog één iemand bij. Allemaal fietsen zitten achterin. Echt helemaal klaar. Het enige die er nog niet van klaar is, is Massimo. Daar ben ik op aan het wachten. En op Geert. Hé? Hey? Ik wil met de poepen. Heb je een chance van de Lemberg niet met de van Holland? Ja. Maar van de eerste keer van s'nachts de vierde naast heb. Al webstone, oh. Nu kun je voor tekenen leggen. Hey. Dat goed, moet dat doen met die lelijke wat daarbij. Moet jij reclame maken? Geen reclame. Zal ik dat niet doen? Zal ik die andere doen? Pols, put, oh. Dus met niet te veel kleren aan. Waar? Wat lief? Omgeving, Waregem. Waregem, Denzergem, Wakke. Hoe hou je dat nou weer hebt? Even een tour in de camper. Mijn eerste kenrondje is gereden. Het is iets anders dan vorig jaar, maar eigenlijk ook weer hetzelfde. Er zijn wat bochten anders. En ja, het is wel een mooie parcours op zich. Ik heb er veel zin in, het is technisch. Het is een klein beetje drassig nog, maar ik denk dat het gewoon komt door de dauw. En we zullen straks wel zien of het opgedroogd is. En ik zal straks na de nieuweling een ander rondje rijden. Kom maar, Jensen! Jij zit daar zo fucking. Hey.
waarop ze zich allemaal op de stoep zetten, waarop de zenuwen op een beetje meer beginnen te spelen. Dus aan het terugrijden van Meulenbeke naar Wakker toe. Ik ben kapot en ik kan echt niet meer. Nadenken hoe de wedstrijd nu ging, ging het eigenlijk, ja, voor mijn gevoel ging het gewoon echt niet goed. Het warme weer had ook wel daar wat invloed op, zeg maar, bij mij. Ik moest als laatste rij starten en dan in de eerste bocht had ik ook weer achter een valpartij. Ik ben uiteindelijk 24ste geworden en dat is wel de plek die ik, zeg maar, verdien vandaan, omdat ik gewoon niet beter kon rijden. Dus ik heb ook niet echt een smoesje of zo. Van waarom ik niet beter had gereden of niet beter kon rijden. Ja, het was gewoon zo. En ja, op naar de volgende wedstrijd. Ik kan het ook niet anders zeggen dan dat het zo is. Dus voor de verder is, ja, ik vond het echt een superleuke wedstrijd. Ik heb er wel echt van genoten. Het was een mooi parcours, mooi technisch. En dat vond ik wel echt superleuk. Dus ja, op naar de volgende. Zaterdag naar Lokeren.